are turning brown. Oh my god, ik heb hier zo veel zin in. Eindelijk is het zover. Het is de tijd van het jaar. Waarschijnlijk zie je hem al aankomen, maar dit is de allereerste video van de serie die ik weer ga starten in heel oktober. Namelijk... Cozy! Woo! Het is vandaag vrijdag 1 oktober en dat betekent dat het dus oktober is. En dat betekent dat Cozy weer van start gaat op mijn kanaal. Ik ben veel te enthousiast. Ook cozy video's gemaakt, mocht je het nog niet kennen. Misschien ben je wel nieuw op mijn kanaal. Nou, bij deze, ik hou heel erg van de herfstmaand, van de wintermaand, van de gezelligheid. Ik ben gewoon echt een seizoenspersoon. En je maakt me echt zo gelukkig met herfstblaadjes, comfy sweaters, lekker kopje thee, lekker eten wat ik er zo bij ga pakken. En eigenlijk gewoon de gezelligheid die je met elkaar hebt. Dus vandaar de allereerste cozy video op mijn kanaal is waar je nu naar kijkt. Ik ga vandaag een herfstmukbang doen. Mukbang, hoe je het ook wil noemen. En daarvoor heb ik allemaal lekkere koekjes besteld. Of ja, ik ga het jullie zo allemaal laten zien. En om alvast in de herfstsfeer te komen heb ik een lekker kopje thee. Ik dacht we doen gewoon een high tea herfstmukbang. Hoe cozy is dat? Om lekker bij te kletsen, om cozy te introduceren op mijn kanaal en gewoon, ja, in de herfstsfeer te komen. Dus heb je zin in deze mukbang en in cozy en natuurlijk gewoon in de herfst en in de winter? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze mukbang. Goed, ik pak eerst even het eten erbij en dan ga ik helemaal vertellen wat het plan is van cozy dit jaar. Ik heb namelijk echt vet toevallig. Eerst wilde ik allemaal dingen zelf gaan bakken. Maar toen vroeg, hoe zeg je dit? Belicious? Belicio Cheats. Belicio Cheats. In ieder geval dit merkje. Die vroeg of ik koekjes wilde uitproberen. En ik keek op hun site en ik dacht echt, dit is echt vet toepasselijk. Want ik wilde al een mukbang doen. Een high tea mukbang ook gewoon. En toen vroeg ze of ik koekjes van hun wilde proberen. En toen dacht ik, ja... Dit is gewoon super. Dit ziet er goed uit. Wat zit dus in deze doos? Ik haal even dit spul eruit. Oh my god, dit zijn echt niet normaal grote koeken. Dit ziet er zo lekker uit. Ik heb dus de smaak Red Velvet. Maar ik ga het hier zo allemaal opleggen. Oh, Oreo. En dan heb ik nog even nadenken. Volgens mij was dit appelkruimel of zoiets. Het ziet er ook lekker uit. En dan heb ik nog Bueno Nutella. Oh. Echt niet normaal. Maar ik ga het lekker even op dit bordje leggen. Oh, dit is echt heerlijk, denk ik. Kijk nou. Ik weet dus echt niet hoe ik dit goed kan laten zien. Maar ik heb dus hier de Red Velvet. Ik heb hier dus volgens mij iets met appelkaneel of zo. Dan heb ik nog Oreo. En hier dus met Bueno en Nutella. Ik heb hier ook nog gevulde speculaas. Ik dacht, dit is al wel heel veel. Dus voor ik heel de tafel vol zet. Ik moet het toch echt in mijn eentje opeten. En een heerlijke herfstthee. Dus cheers, pak er een lekker kopje thee bij. En dan zou ik zeggen, geniet van deze cozy video. Mocht je me al wat langer volgen, dan weet je dat ik echt gek ben dus op de herfst en op de winter. En ik moest dit gewoon dit jaar weer doen. Ik dacht, ja... Ik voel hem helemaal echt alsof het met het jaar gewoon erger wordt. Mijn geluk voor herfst en winter. Het slaat eigenlijk echt nergens op. De mensen die daar echt niks mee hebben, die zouden ook nooit mij begrijpen. Maar als je er wel wat mee hebt, dan weet je gewoon hoe dat voelt. Ik vind het gewoon zo gezellig. Die seizoenen en de herfstblaadjes die gaan vallen. Ik weet niet, ik word er gewoon helemaal gelukkig van. Ik heb hier dus een lekker kopje thee. Trouwens, hoe mooi is deze mok? Het is echt... Zo cute. Ik heb deze dus van Amazon. Ik zal hem anders wel even in de beschrijving linken. Deze koekjes ga ik ook in de beschrijving linken. Ze hebben namelijk echt mega veel smaken. Maar ik heb dit uitgekozen, want dit zag er echt gewoon lekker uit. En ik weet zeker dat ik dit lekker ga vinden. Mm. Mijn eerste herfsteetje. Zo lekker. Ik hoop gewoon, het is nu namelijk best wel grauw buiten. En ik hoop gewoon dat het weer heerlijk gaat regenen. Zodat ik weer mijn kamer gewoon
in mijn kamer gewoon lekker gezellig kan gaan zitten. Maar goed, ik ga een hapje nemen van een van deze koeken, maar ik weet nog niet welke. Oké, laten we het eerst met de appelkaneel doen, want dat past wel een beetje bij deze herfstvideo en vibe en cozy en je snapt het. Oh, dat glazuur. Ik kan trouwens wel elke keer een stukje eraf snijden of zo, maar ik dacht nee, we doen het gewoon zo. Dit zag ik echt totaal niet aankomen. Maar het is zo fluffy en smeuig van binnen. Oh, de helft valt. Maar god, er zit allemaal room of glazuur in. Dit is lekker. Maar deze smaakt in ieder geval heel erg lekker naar appelkaneel. Echt een beetje een taartje. Heel lekker. Maar goed, dit jaar dus weer cozy. Nou ja, wat houdt het dus in? Cozy zijn dus eigenlijk herfstgerelateerde video's. Ik moet zeggen, vorig jaar heb ik dat dus voor het eerst ooit gedaan op mijn kanaal. Maar toen heb ik ook nog best wel veel shoplogs en dat soort dingen gedaan. Dus eigenlijk gewoon een beetje de naked shoplogs. En volgens mij heb ik zelfs nog een Shein shoplog gedaan tijdens Cozy. Wat dan wel weer herfstgerelateerd was qua kleding. Maar ja, ik vond het toch een soort van hetzelfde. En dit jaar wil ik het echt anders doen als in echt, echt herfstcontent. En echt andere content dan ik gewoon normaal zeg maar plaats. Waardoor het echt even wat anders is zeg maar. Dus ik heb al een hele planning gemaakt voor deze maand. Want elke maandag, even denken. Ja, elke maandag en vrijdag komt er een cozy video online. Dus twee video's in een week. Behalve de laatste week. Want ja, dan is het op zondag 31 oktober Halloween. En Halloween, dat hoort ook een beetje bij de herfst natuurlijk. Ik hou van Halloween. Het liefst vier ik dat ook gewoon in Nederland. Maar ja, dat doen we allemaal niet echt. Maar ik vind dat vet leuk. Ik wil ook echt nog een keer een Halloweenfeest of zoiets geven. Maar dan in de laatste week zijn er dus drie video's. Want ja, Halloween kan niet missen. Maar voor de rest is elke maandag en vrijdag een video. En ik denk ook gewoon een beetje dezelfde uploadtijd. Dus maandag om 3 uur en vrijdag om 12 uur. En dan dus twee keer in de week een cozy video. Dus echt een herfstgerelateerde video. Helemaal zin in. Oké, ik ga lekker verder met een volgende. Welke zou ik doen? Ik voel de Oreo naar mij kijken. Dus ik ga voor de Oreo. Oh. Ik dacht, ik maak hem even kapot. Dan kun je echt zien wat erin zit. Je ziet gewoon die Oreo er nog in. Het is echt bizar lekker. Hier ga je wel echt zo vol van worden. Maar oh. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe deze appelkaneel echt bizar lekker vind. Dus die staat nu op mijn 1. Want die heeft ook echt dat room van binnen. Echt super lekker. Oh, ik zit echt helemaal onder. Maar goed. Laat ook zeker suggesties achter voor video's. Want ja, ik heb al wel een hele planning gemaakt. Maar moeilijk hè. Jammer, die ligt op de grond. Maar dan, ja, als jullie iets willen zien, dan kan ik dat altijd nog doen. Laat het zeker weten wat jij in de cozy maand wil zien. Het is trouwens de hele maand oktober. Dus ja, alleen in oktober herfstcontent. Daarnaast gewoon weer normale content wat ik altijd eigenlijk maak. Maar ik dacht, ik moet het gewoon dit jaar weer doen. Ik word daar gewoon zo blij van. En ik heb ook hele leuke reacties op gekregen. Dus waarom niet? Oké, Bueno of Red Velvet? Ik zeg Red Velvet. Oké, zou ik hem weer even openbreken? Oeh. Die ziet er ook heel smeug uit. Echt mega lekker, denk ik. Oké. Heel lekker. Ik denk wel dat je echt misselijk wordt naar... Nou ja, dit is sowieso overdreven veel. Maar één zo'n koek is echt meer dan genoeg. Maar echt heel lekker smeuig. Nog steeds mijn favoriete appelkaneel. Weet je wat ook wel grappig is? Ik heb echt al vanaf vroeger dat ik al gek was op de herfst en op de winter. Toen was het echt voornamelijk de winter en dan kerst. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon zo'n gezellige maand en feestdag. En lekker met de familie, de kerstboom, cadeautjes. Gewoon vooral cadeautjes geven, bij elkaar zoeken. Maar het is ook vooral de voorpret of zo wat ik zo leuk vind. Dat je gewoon de maand... Nou ja, ik heb vaak al 3 maanden van tevoren, maar ik vind gewoon die voorpret, wat er gewoon voor zo'n feestdag is of voor zo'n seizoen, ik vind dat gewoon echt geweldig. Ik weet niet wat dat is, maar ik heb dat gewoon echt ontwikkeld of zo. Ik vind dat gewoon zo leuk.
dat je lekker naar de winkel gaat. Maakt niet uit welke winkel het is en dat je daar gaat zoeken naar lekkere herfstgeurkazen of wintergeurkazen, kleding. Allemaal dat soort dingen. Ik word er gewoon echt heel gelukkig van. En ook gewoon herfstcontent maken. De volgende is de Bueno met Nutella. Even weer openbreken. Oh, ik hou van Nutella. Dit is de binnenkant. Mm. Echt heel lekker smaakt die gewoon naar Nutella eigenlijk. Wel echt heel machtig. Ik ga even die Bueno opeten wat aan de bovenkant zit. Mm-hmm. Ik weet wel dat ik dit even skip. Dit is echt zoveel, maar echt bizar lekker. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jouw favoriete seizoen is en waarom. Is het juist de zomer omdat je houdt van de zon en vakantie? Of juist ook de herfst of zo? Let me know in de comments. Ja, ik ga deze koekjes sowieso verpakken en dan neem ik ze mee naar mijn vriend. Want hij wilde ze ook heel graag proeven. Maar mijn favoriet van dit allemaal is, denk ik toch, deze. De appel met kaneel en dan het room van binnen. Dit is echt bizar lekker. Heel herfstig ook. Nou. Mega sugar overload, maar... Zo, nou, ik laat het lekker hierbij. Ik zit echt bizar vol en als ik meer ga eten, word ik echt, echt gigantisch misselijk. Dus ja, jij kan elke maandag en vrijdag op mijn kanaal om 3 uur en om 12 uur een nieuwe cozy video verwachten. Ja, heb jij net zoveel zin in deze video's als dat ik dat heb? Och, echt wel helemaal zin om de video's ook überhaupt te gaan opnemen. Doe dan even dat duimpje omhoog en dan zie ik jullie gauw tot maandag bij de, nou ja, eigenlijk de tweede cozy video, maar de eerste echte, echte cozy video. Dus tot dan. Doei doei, bedankt voor het kijken.